We mogen weer een vraag beantwoorden. De vraag luidt, en een van jullie heeft dat zelf opgestuurd. In Genesis 1, vers 27 lezen we dat God de mens schiep naar zijn beeld. Wat wordt hiermee bedoeld? Dat de mens gelijkenissen heeft met God. Ik ga er in nog een tekst bij lezen. Genesis 2, vers 7. Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. En hoofdstuk 3, vers 22. Ik had even wat huiswerk gedaan vooraf, en dat snapt u. 3, vers 22. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig leven zal. Hij eeuwig leven zou hebben. En ik wil daarbij een tekst in herinnering roepen en ook citeren. En dat is de Heer Jezus die op de opstandingsdag bij de discipelen komt in de zogenaamde bovenzaal, waar ze voorheen, dus voor het kruis, zijn geweest, waar het avondmaal is ingesteld, waar de voetwassing plaatsvond, waar de Heer Jezus heeft gesproken over het huis van de Vader en de vele woningen. Dan komt de Heer Jezus op de opstandingsdag, deuren dicht uit vrees voor de Joden. U kent die teksten wel. En als hij binnenkomt en hen vrede heeft toegeroepen, blaast hij op hen. Toen blies de Heer Jezus op hen. Eigenlijk wat hier in Genesis 2 vers 7 en 3 vers 22 gebeurt dus ook daar. En ik ben ervan overtuigd dat we daar een stukje antwoord vinden van de vraag die nu gesteld wordt. Wat betekent het dat we geschapen zijn naar zijn beeld? De mens, door God geschapen, in de schepping, u weet het wel, die dagen in Genesis 1 en 2, met een zevende dag, rustdag, wordt in het hoofdstuk 2 verder uitgewerkt, wordt wat meer duidelijk gemaakt. Dan wordt ook Eva gezien bij Adam. Dat hele proces lichter. Dat is onderwerp van enorme kritiek geworden in de loop van de eeuwen. En vandaag is bijna niemand meer die dit gelooft, want ze geloven allemaal meneer Darwin, want die is ooit met een schip of met een boot daar en daar geweest en heeft zijn theorieën aan u en aan ons meegedeeld. Nu moet je voor de theorieën van Darwin veel en veel meer geloof hebben dan voor het scheppingsmodel uit Genesis. Dat is bijna niet te vergelijken. Maar het is een beetje achterlijk als je vandaag nog zegt dat Genesis 2 wel ongeveer Gods norm zou zijn. En dat dat echt zo is geweest. En als je het nog volhoudt dat het 7 dagen van 24 uur zijn geweest, dan gelooft niemand je meer. Want miljoenen jaren en nou ja, allerlei kreten en getallen vliegen om je oren en je hebt geen zicht meer op wat het dan is. God heeft een plan gehad. En dat plan van God is in de allereerste plaats, voor zover ik het zie, voor de grondlegging van de wereld. Dus voor de eerste stofdeeltjes er waren. Voordat er überhaupt iets was wat wij dan aarde noemen of wereld noemen. Voor die tijd was er een huis van de Vader. En dat huis van de Vader werd bewoond door onze Heer Jezus, door de Vader zelf uiteraard, en door de Heilige Geest. Dat waren ze. En in het huis van de Vader, de ongeschapen hemel,
Want ook de hemel is geschapen. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Voor die schepping bestond, voordat er iets was, was er een plek waar Yahweh, waar de Heere woonde en waar Hij en de Heer Jezus en de Heilige Geest waren. En dat wordt het Vaderhuis genoemd. En daar is een plan ontwikkeld om de Heer Jezus, de Zoon, te laten vergezellen door een vrouw. En dat is zo essentieel en zo belangrijk, dat we daar iedere keer weer naar terug moeten. Maar dat wordt in het discussiegebeuren rondom de schepping en evolutie compleet vergeten. Daar gaat het nooit over, maar dat is wel de insteek. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben daar toen overleg gehad. En daar is duidelijk geworden dat de Zoon zal worden vergezeld van een vrouw. Want de gemeente, de bruid van het Lam, hoe je daar ook tegenaan kijkt, natuurlijk gaat de duivel weer proberen om te vertellen dat de gemeente helemaal niet de bruid is, dat moet dan Israël zijn. Israël kwam veel later, kwam 2000 jaar later pas in beeld. Weer een nieuw discussiepunt. Maar de gemeente wordt in de Bijbel ook gezien als uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Toen er nog niets was, niets bestond, heeft God een plan opgevat om de Heer Jezus een cadeau te geven, een geschenk te geven. En dat geschenk is de gemeente. Als je eraan gewend bent, dan is het misschien wel gesneden koek. Maar als je dit nu voor het eerst hoort, denk je, ja, waar heeft hij het over? Hoe kom je daarbij? Nou, het is uit de Bijbel. En de Bijbel zegt dat er een begin gemaakt is met de schepping. Toen is Adam, de mens, daar neergezet. Maar Adam had niemand. Hij zag wel dat er in het dierenrijk mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouwtje waren. Maar voor zichzelf, hij was alleen. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Hij heeft de Heere God uit een rib van Adam een vrouw gebouwd. Natuurlijk, discussiepunt 5. Ik heb maar een paar genoemd. Maar weer een discussie. Maar hij heeft uit een rib uit zijn lijf, moet je eens overwegen. Uit een rib uit zijn lijf heeft hij een vrouw gebouwd en die vrouw aan Adam gegeven. En die zegt, dit is vlees van mijn vlees en been van mijn been, samen. En die twee zouden tot één vlees zijn. Die twee zouden samen gaan. Van die twee wordt in het Nieuwe Testament van de Bijbel gezegd, Efeziërs hoofdstuk 5. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dat hele gebeuren van Adam en Eva heeft te maken met Christus en de gemeente. Toen God mensen schiep, heeft hij ze geschapen naar zijn beeld. Waarom? Nou, in de eerste plaats denk ik, omdat wat ze toen besloten hadden voor de schepping was, om hem, onze Heer Jezus, iemand te geven die hem zou vergezellen. Die iemand moest dus eruit zien, er kunnen doen, kunnen zien, kunnen overwegen wat de Heer Jezus zelf kon. Dat betekent dat op dat moment daar een soort basis, een sleutelbasis is, hoe die mens eruit zou zien. Dat die mens gelijk in de zondeval veel dingen verloor, dat gelooft u met mij, dat we een hoop dingen kwijt zijn geraakt. Maar principieel bleef staan dat de mens naar het beeld van God geschapen zou zijn. Dat betekent dat je zou kunnen denken, dat je zou kunnen zien, dat je zou kunnen overzien, dat je bepaalde dingen zou kunnen beslissen, dat je het verkeerde van het goede zou kunnen scheiden, onderscheiden. Dat is zelfs door de zondeval gekomen. Al die dingen samen maakten dat er een heel bijzonder schepsel op aarde neergezet werd om
aan dat uiteindelijke plan van Jahwe zelf te voldoen. Er zou een man zijn en een vrouw. Nou, dan kan ik daar een hele verhandeling over houden, over wat er in de rest van de schrift allemaal van terug te vinden is. Maar zelfs het Oude Testament, het boek Jeremia, hoofdstuk 31, vers 22, gaat u vertellen dat er een moment gaat komen voor Israël, dat er complete duidelijkheid zal zijn in Israël, dat er een bijzonder nieuw begin is. Al het oude heeft niet gefaald, heeft niet gewerkt, heeft gefaald. En het nieuwe komt. En dan zal de Heer Jezus daar, de spruit die uitspruit, de spruit die er zal zijn, zal koning zijn, die zal heerser zijn. Alle naties zullen buigen. Jeremia. Maar dan komt er iets bijzonders bij. Dan zal er iets nieuws op de aarde te vinden zijn van een vrouw die een man omringt, vergezeld. Die tekst is misschien een op zich staande regel voor u, maar het heeft verband met de toekomst. Maar dat zegt ook het Nieuwe Testament verder, van u en van mij. Als de Heer Jezus opstaat op de opstandingsdag, dan blaast hij op hen en zij ontvangt Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest, dat gebeurde 40 dagen later. Maar hij zei het vooraf en hij blies op hen zoals God levensadem in de neus van Adam blies, zegt de Bijbel. Hè? Zo blaast de Heer Jezus op de discipelen die bij elkaar waren in die bovenzaal en heeft gezegd, ontvangt Heilige Geest. Daar zegt de Heer Jezus, en nu gaat dit proces, wat we ons voorgenomen hadden uit te voeren, wat we nog zullen uitvoeren verder, dat wordt nu ingezet. En daarom is wat we noemen het Nieuwe Testament een hele nieuwe start van dezezelfde oude waarheid. Dat de mens naar de gelijkenis van God geschapen is. Hoe zou je, nou laat ik het maar heel dom zeggen, hoe zou je een paard en een mens aan elkaar kunnen koppelen? Nou, als dat al gebeurt, als er al een poging wordt gedaan om dit te realiseren, dan wordt dat zwaar en zwaar afgekeurd in de Bijbel. Dat kan niet. Het mag ook niet. Maar je voelt het ook aan. Hoe zou je kunnen communiceren? Hoe zou jij ooit met God kunnen communiceren als er geen gelijkenis is? Als er niet een route is, een mogelijkheid om met de Heere God contact te hebben, om omgang, vertrouwelijke omgang met de Heere te hebben. Dat kan niet. Dat kan niet. Alleen maar is dat mogelijk doordat we de gelijkenis van God in de gaten houden. En daar zit een veel diepere bedoeling achter, een veel diepere laag. En die diepere laag is dat als jij nu gelooft in het volbrachte werk van de Heere Jezus, dan ontvang je van God nu al de Heilige Geest in jou. Die gaat in jou wonen. Zoals de Heer Jezus de Heilige Geest in zich had, zo is de Heilige Geest ook in jou. Je hebt de mogelijkheid om te kunnen communiceren, om contact te hebben met de Heer zelf en met de Heer Jezus zelf. En de Bijbel noemt dat in Psalm 25, die vertrouwelijke omgang met de Heer, dat samen hetzelfde voelen, samen hetzelfde beleven, blijdschap en liefde en genade, dingen beleven die je straks tot in de kleine details duidelijk zult beleven, die zul je nu al vast kunnen gaan beleven. Moeilijk wel een beetje, maar toch, het is zo bijzonder dat God in zijn woord zulke duidelijke woorden, uitspraken doet over jou en over mij. Wat is het geweldig dat we vandaag mogen zeggen, ik heb leven uit God. Dit levensadem is eigenlijk in mijn neus geblazen. Door de komst van de Heilige Geest is dat gebeurd. Ik heb eeuwig leven nu al. Dat sterft ook niet met 70 of met 80 of met 90. Dat blijft. En dat eeuwige, dat prachtige, verbonden met de Heer Jezus,
betekent dat ik een prachtige toekomst tegemoet ga. Jij en ik, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Een eerdere vragenbeantwoording heb ik dat even genoemd, uit de tweede Petrusbrief. Gaat heel ver, hè? Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Zo dichtbij gekomen dat we één kunnen zijn. Eén zijn. Eén met hem. Eén met de Heer Jezus. Daarom worden we gezien als leden van zijn lichaam. Verbonden met hem die het hoofd is. Prachtige uitdrukkingen. U bent gezegend als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En u gaat daar nu al van genieten. We willen u gewoon oproepen, samen oproepen als het ware. En ook elkaar oproepen. Laten we dit voor ogen houden. Laten we ons dit niet laten ontfutselen door de tegenstander die overal een vraagteken achterzet. Begon in het paradijs met is het ook dat God gezegd heeft. De discussie is daar al begonnen. Laten we het volhouden, laten we het vasthouden en laten we nu gaan genieten van hem die dit allemaal heeft bewerkt, onze Heer Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Kun je dat begrijpen en kun je daar ook nu van genieten? Veel zegen gewenst. Volgende vraag is voor broeder Willem Ouweneel. Over 2 weken mag ik weer iets doorgeven. Ik hoop dat u nu geniet, dat u als u zich wilt abonneren dit ook doet. En als u zelf een vraag hebt, stuur hem naar het adres hieronder in beeld. Ik hoop het vandaag voor u en veel zegen gewenst. Amen.